een literair verhaaltje over het voorlezen van teksten. Zondag genoot de dichter Simon van Boelgeest van zijn avondje vrij. Het schema van de door zijn uitgeverij georganiseerde lees- en signeertournee, die hem in plaatsen als Vlodrup, Maarsen, Winterswijk en Raalte had gebracht, gunde hem een rustdag. Tot nu toe waren de voorleesavonden redelijk verlopen. Het gemiddelde bezoekersaantal in de bibliotheekzaaltjes schommelde rond de 45. En in totaal had hij 63 bij de uitgang verkochte exemplaren van zijn bundel De Liefste, de Cyclus van zijn handtekening voorzien. Minder succesvol verliepen de afterparties. De zaaltjes stroomden na afloop opmerkelijk snel leeg. Maar, verzekerde het bibliotheekpersoneel hen, dat was vooral te wijten aan slecht provinciaal openbaar vervoer. We moeten de bus nog halen, vormde het meest gehoorde excuus van de aanwezigen die zich rap uit de voeten maakten. Meestal lag hij al om 10:30 op de geruite sprei van zijn hotelkamerbed. Alleen. De droom van de dichter, in elk stadje een ander literatuurgevoelig schatje, was tot op heden niet uitgekomen. Ja, in Winterswijk was een pittige, roodharige bibliothecaresse meegegaan om wat te drinken. Ze bleek ontzettend veel te houden van het werk van Gerrit Achterberg. En Simon had alle zeilen bij moeten zetten, want in het werk van Achterberg had hij de laatste 25 jaar geen blik geworpen. Na een uur bleek dat Sandrien de wachttijd zat te overbruggen tussen Simons lezing en een verloofde met auto die haar kwam afhalen. Simon deed overmatig slijmerig tegen de verloofde, wat een meesterlijke wagen om zijn werkelijke intenties te verbergen. Nu lag hij thuis op zijn eigen bank, een pilsje voor zich op de grond, te genieten van zijn vrije avond. De AVRO vertoonde een documentaire over collega Jean-Pierre Ravi. Aanvankelijk voorzag Simon de beelden van Ravi's dandy-achtige gestalte van misprijzend gesnuif. Wat een blaaskaart. Je moet maar durven. Met Ravi's werk had Simon weinig op. Erger dan Nel Benschop, vond hij. De Anton Pieck van de Nederlandse literatuur. Maar naarmate de documentaire vorderde, slonk Simons minachting. Hij ging er zelfs rechtop voor zitten. Vooral de beelden van Ravi's voorleesavonden fascineren hem. Daar zat wel even wat ander volk dan de muisgrijze stellen waaruit zijn publiek voornamelijk bestond. Net niet de oude, overheerlijke vrouwen, langharige blonde meisjes met grote vrolijke oorbellen, zaten aan Ravi's voeten en dronken ieder gedicht in als waren het sonnetten van Boccaccio. Als het me even tegenzet... Als het me even tegen zit in het leven, zei een van de overheerlijke vrouwen, ga ik vroeg naar bed met alle bundels van Jean-Pierre Ravi en dan kan ik er de volgende dag weer helemaal tegen. Krantenknipsels met overlijdensadvertenties kwamen nu in beeld, die openden met een citaat van Ravi. Niet twee, maar wel 30 keer hadden nabestaanden kracht geput uit Ravi's gedichten. En toen de dichter de cameraploeg op een zoektocht over een kerkhof had gevoerd en met nauwelijks te verbergen trots een zerk aanwees waar een gedicht van zijn hand in het marmer was vereeuwigd, sloeg Simons minachting om in bewondering. Is Jean-Pierre Ravi niet de enige echte dichter des vaderlands? Vroeg hij zich hardop af. Ravi's werk vervult een belangrijke functie van het dichterschap, zei een ondervraagde vriend in de docu. Hij vindt de woorden voor mensen die in hun verdriet machteloos zonder woorden staan. Ja, wat is er eigenlijk tegen, dacht Simon. Je moet de clichés ambachtelijk doortimmerd opschrijven. Alle clichés zijn waar. En tegenover de dood zijn alle clichés gerechtvaardigd. Ja, Gerrit Achterberg dacht daar anders over. Maar wie, behalve Sandrine in Winterswijk, leest er nog Achterberg? Hij pakte de tourneelijst van tafel. Morgen de Ruurloop. Hij moest het daar meteen anders aanpakken. Belangrijke les uit de film, wat moest hij aantrekken? Ergens hing nog wel een stropdas in de kast, als hij die nu eens niet normaal strikte, maar in een grote knoop onder zijn kin legde, als een artistieke foulard, of hoe heet het zoiets. En hij moest nieuw werk presenteren. Hij zocht meteen naar pen en schrijfblok. Het was jammer dat zijn vader en moeder nog leefden. Hoewel, wie wist dat in Ruurlo? O moeder! Nog zie ik je oude benen handen op het laken van het eenzaam echterlijk bed. Gesmeed zijn wij met hechte banden, blijvend na finale scheiding onverlet. Nou, nog niet helemaal goed, maar als ik dit met de pak had, rolden de regels er zo uit. Die benen handen, die vormden toch al een vondst van de eerste orde.
Als zij vannacht stevig doorhaalden, zouden ze in roerloos wat beleven. Niet vergeten, dacht Simon. En op een notitieblaadje noteerde hij: morgen schoon ondergoed mee.